En Minimi, naast een goed programma, hè, wat kunnen we vandaag en morgen nog meer verwachten? Ja, nou, bedankt. Naast een inhoudelijk goed programma hebben we veel kennis- en netwerkmomenten. Ik ontmoet hier veel mensen. Het is een ontzettend divers gezelschap. Diep onder de indruk dat hier gewoon de hele Benelux tankwereld aanwezig is. We hebben de laatste jaren een nieuw concept ontwikkeld. Total Tanker. En dit is een mooie gelegenheid de tankwereld te laten zien. Met ook die sessie met die tafels is heel goed. Dan kunnen ze nog extra dingen doen. Het is echt heel duidelijk dat IER heeft deze sector, dat doen ze al heel lang. En dat doen ze gewoon heel goed. Dit gaat gewoon door. En het was een groot succes. En dat hoor je ook bij de deelnemers. Hier lopen onze klanten, zeg maar. Okay. Dus die kom je nog eens tegen en weer nieuwe. Dus qua contact is dit ideaal. Ja, dat is perfect geregeld. Ja hoor, ik kan niet anders zeggen. Dat, mijn compliment aan de organisatie. Vandaag is het belangrijk omdat er inderdaad veel discussies zijn op dit moment over regelgeving. Ik ben zelf voorzitter van FOTOP, de organisatie van tankopslagbedrijven in Nederland. Ja, en dan is dit een congres waar je niet mag ontbreken. Dus het is voor mij heel bijzonder om hier te mogen zijn. En ik vind het ook een eer dat ik iets heb mogen zeggen. Ik zou graag willen zien dat we niet defensief reageren, niet het moeten, maar het willen staat bij mij altijd bovenaan. Als bedrijven failliet gaan, zijn de kosten voor de overheid. En dat willen we niet. Draai de zaken eens om. Als de overheid failliet gaat, ruimen de bedrijven het graag op. Niemand lacht, iedereen denkt, die poppen hebben gelijk. Ja, die poppen hebben gelijk.